Uh, misschien moeten we op die micro-content ook eens even zoomen. Hey, ja. Dus we, hebben, we, starten, we starten met een centraal concept, hey, wat is onze rode draad, door klanten te bevragen. We zoeken een expert binnen de organisatie die zich mee daarachter wil zetten om die content op een consistente basis te gaan creëren, zodat daar eigenlijk alle afgeleiden van kunnen komen. En dan komen we eigenlijk tot die afgeleiden. Hey, wat betekent dat voor ons? Want wij, noemen, wij zeggen wel micro-assets of micro-snippets. Ja. Uh, maar wat wil dat eigenlijk zeggen? IC komt het er eigenlijk op neer dat we een video van 30 minuten, gaan opknippen in teasers van 1 tot 3 minuten. Eén tot drie minuten. Waarom? Omdat dat net de lengte is waarop dat mensen, als ze het in hun fiets zien passeren, een tijd nemen om uh, dat eerste stukje te bekijken. En dat is voor ons heel belangrijk, omdat, uh, wat, wordt er, wat, of wat werd er vroeger veel gedaan, is als een video werd gecreëerd, bijvoorbeeld hè, een bedrijfsvideo, dan werd dat één keer gedeeld. Hè, laat staan dat die consistentie te laag is, maar één keer gedeeld. Uh, en los van de relevantie, maar één keer gedeeld. En mensen zagen dat passeren in de volledigheid in de feed en werden dan geforceerd om naar YouTube te gaan om die volledige video te bekijken. Constataties aan iemand daartoe uiteraard, of 0,3%, misschien 1% dat doorklikt om dan eens een keer die video, die content te consumeren. Ja. Wat wij hebben gezien is dat, ja, uiteraard wat is het belangrijkste? De consumptie van die content. We willen onze expertise eigenlijk, of onze inzichten delen met de markt. Mensen op die manier inspireren om op een andere manier naar hun marktinitiatieven te bekijken. En de content consumptie aan zich is voor ons dus essentieel. En we weten, als we de content consumptie maximaal willen houden, dan moeten we vermijden dat we mensen naar een ander platform uh, moeten laten bewegen. Dus we willen mensen eigenlijk niet naar YouTube willen gaan of naar de toch website. In eerste fase. Of toch niet in de eerste fase. Hè. Dus we willen dat die content van de eerste keer in het platform zelf wordt gecreëerd. En daarom heb ik gezegd: oké, okay, we moeten eigenlijk teasers van 1 tot 3 minuten maken die we rechtstreeks in de feed kunnen posten. In de social feed kunnen posten, posten recht voor onze, voor onze doelgroep, zodoende dat, dat een drippel nie, niet te hoog is om die content op dat moment te gaan consumeren. En uiteraard, als ze zeggen van Goh, dit is wel iets waar ik zelf mee, mee struggle, en dan trekken we ze mee in dat concept en dan laten we ze bewegen naar de long format. En dat kan dan zijn de podcast of de YouTube uh, aflevering, Want ja. het is belangrijk om die, de stap daartussen in te bouwen. En daarom zijn die teasers zo belangrijk. Mensen kijken ook niet direct een volledige, als ze in LinkedIn zitten of in, of in Instagram of wat dan ook, ze kijken geen volledige aflevering, dat is vaak te lang. Dat doen ze op, op hun moment, op hun, op hun tijdspanne, dat dat voor hen past. Uh, maar daarom is het belangrijk om daarmee op te spitsen, zodat de, de impact van de kennis dat daar wordt gedeeld, veel hoger ligt.